Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde afgelopen zaterdag een competitieduel tegen RKAV Volendam. Volendam staat op plek 9 in de ranglijst en Excelsior 31 staat laatste. Het wordt dus tijd om punten te pakken voor ons. Of dat lukt, gaan we nu zien in de samenvatting. Thank you.
Je staat laatste en je wil vandaag gewoon voor eigen publiek die reeks doorbreken en gewoon winnen, 3 punten pakken. Ja, en dat je dan in de rust weer 1-0 achter staat, ja, dat is gewoon kloten. Dat wil je niet. Ja, en uiteindelijk krijg je dan aan het einde van de wedstrijd nog een beloning met 1-1. Maar ik denk dat er zeker meer in zat en dat we ook wel meer verdiend hadden vandaag. Ja, Jurjan, weer geen overwinning vandaag. Hoe zuur is dat? Als je kijkt naar de wedstrijd... Hebben we 2 punten verloren. Als je kijkt naar de fase waarin we in zitten als team zijn op dit moment. Is dit wel een gewonnen punt. Waar we echt mee verder kunnen met elkaar. Ik heb ook de tweede helft echt een team gezien wat er nog alles uithaalde. Wat erin bleef geloven. En uiteindelijk natuurlijk geweldig dat we die 1-1 maken. Dus al met al kijken we naar de wedstrijd. 2 punten verloren. Kijken naar de situatie waarin we in zitten op dit moment. Punt gewonnen. Zo sleept Excelsior 31 in ieder geval 1 punt binnen. Volgende week gaan we op bezoek bij Staphorst. Voor nu bedankt voor het kijken en een fijn weekend. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.